De volgende spreker is mevrouw Joosten, neem ik aan. Ja, mevrouw Joosten, VVD. Sportpark Glanerbroek. Een begrip in de regio. Een sportcomplex dat nodig onderhoud, renovatie of vernieuwing nodig heeft. Maar hoe prachtig en gewenst deze voorstellen ook zijn, er hangt een fors prijskaartje aan. Dat de kosten gestegen zijn, dat begrijpt iedereen. Maar cofinanciering, subsidies vanuit provincie, het Rijk of Brussel ontbreekt voor een sportcomplex dat voor de regio dan wel de provincie van groot belang is. Dat blijft toch verbazendwekkend. De vraag is dan ook gerechtvaardigd, wil de regio of de provincie dit dan ook wel? En naast deze vraag van de wenselijkheid blijven de financiën bovenaan prijken. De VVD heeft en zal altijd blijven pleiten voor goede lobbyisten binnen de gemeente. Immers zij weten het beste hoe je gelden voor dit soort projecten binnen kunt halen. Met andere woorden, portefeuillehouder, zorg dat Sittard Geleen ook zo iemand in dienst neemt, zodat dit project wel betaalbaar wordt. Glanerbroek is verouderd en dient dringend gerenoveerd te worden of vernieuwbouw. Niets doen is dan ook eigenlijk geen optie. Maar zetten we niet alles op slot als we zo'n grote investering doen? Gaat de unieke locatie in Grevenbeek-Oppich nog door? En hoe zit het met het huis aan de markt in Sittard? Zijn daar straks nog voldoende financiën voor? Graag een reactie van de portefeuillehouder. Afgelopen donderdag heeft de VVD gepleit voor een lokale waardebon voor alle huishoudens in Sittard-Geleen. En het merendeel van de raad heeft dit verworpen. Jammer. Zeker in tijden waarin ieder het zwaar heeft, zou dit een zeer welkom geste van de gemeente kunnen zijn, waarbij incidenteel enkele miljoenen over heeft gehouden dit jaar. Een van de redenen was de uitvoerbaarheid. Heel bijzonder te constateren, want Vidar heeft een cadeaubon uitgegeven. Mensen hebben een bericht gekregen, €125 voor kinderen uit gezinnen uit de bijstand of die rondom de armoedegrens zitten, die verzilverd kunnen worden ook bij landelijke ketens, dus niet alleen de lokale. Maar denken we dan ook aan die vriendjes en die vriendinnetjes die in de klas zitten bij die kinderen die wel die nieuwe jas krijgen en die dat dus niet ontvangen. Vorige week was ik op een school en zag ik kinderen in de kou lopen met schoenen, stoffen schoenen. En die hadden het koud. En toen ik vroeg, is dat je enige paar, zei ze ja. Ik zeg, maar waarom doe je dan geen sokken aan? Die heb ik niet. Maar ik krijg ze wel met Sinterklaas. Dat doet mij pijn. En dan denk ik, en wij willen daar geen geld uit geven. En nu wordt aan ons gevraagd in fase 1 48,3 miljoen euro uit te geven voor een regionaal sportcomplex. Dan kan ik in de woorden van Pierre Corneille alleen maar zeggen, entre ces deux, mon cœur balance. En voor zij die Franse taal niet machtig zijn, tussen deze twee balanceert mijn hart. Voorzitter, tot zover.